Hoi, mijn naam is Sille Holtkamp en ik vlog mee in de serie waarin we vertellen hoe het is om nu thuis te zijn, thuis te werken terwijl de kinderen niet naar school gaan en er je eigenlijk ook nog iets van thuisonderwijs moet verzorgen. We hebben een hele stapel meegekregen, maar eerlijk gezegd is het deze week niet helemaal van gekomen. Het was wel een beetje chaos. Ik was blij ook dat de kinderen niet meer naar school toe gingen deze week. Ik heb namelijk zelf astma. En die weken ervoor was ik alleen maar bezig van, oké, ingewikkeld, wie komen we allemaal tegen, krijg ik het virus, hoe gaat het dan? Deze week was een combinatie van allerlei rollen, maar ik voelde me ook een soort Rob Geus. Continu schoonmaken en poetsen, ik hou helemaal niet van schoonmaken, dus het was echt een beetje zoeken. Wat mij in ieder geval in al die angsten wel een beetje geholpen heeft, is om niet meer zoveel naar het nieuws te kijken. Maar ik ben ook benieuwd, hoe gaan jullie ermee om? Hoe doe je dat nou als je zelf dat paniekgevoel hebt en eigenlijk niet meer weet welke kant je op moet? Terwijl de kinderen er nu nog vrij luchtig mee omgaan. Hoe hou je dat stukje in balans? Wie een tip heeft, ik hoor het graag.